dames en heren. U kijkt naar Koppersnellen van vrijdag 20 mei. Het geografisch middelpunt van de Benelux wordt voortaan aangegeven met een ANWB-bord. Sinds deze week staat er midden in het weiland aan de rand van Moergestel een internationale wegwijzer. Overigens claimt ook Kaam het geografisch middelpunt van de Benelux te zijn. Maar volgens staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken, die de wegwijzer vrijdag onthulde, ligt het geografisch middelpunt van de Benelux precies ten zuidoosten van de dorpskern van Moergestel aan de Scheerman bij het natuurgebied De Hilver. Maar hoe is het om in het geografische midden van de Benelux te wonen? Nou, het is wel gezellig, maar ik vind dat ze de centen beter ergens anders aan kunnen besteden. Waaraan dan? Aan de fietspad bijvoorbeeld, de rest van de fietspad in Moergestel. Van de Haagas naar Moergestel toe. Dus ja, waar geef je je centen uit? Het is gewoon een keuze. De wegwijzer kan een nieuwe toeristische trekpleister worden in de gemeente Oosterwijk. Ja, zaterdag is het zover. Dan vergaat de wereld. Tenminste, dat denken de mensen van het christelijk radiostation Family Radio uit Californië. Ze zijn er in ieder geval heilig van overtuigd dat de wereld vergaat. Het vergaan van de wereld werd door dominee Harold Camping van Family Radio al eerder aangekondigd. Namelijk voor 1994. Maar toen gebeurde er niks. Hij zei toen dat hij een rekenfout had gemaakt. Maar nu lijkt de dominee zeker van zijn zaak. Hij heeft de Bijbel 70 jaar bestudeerd en komt tot de conclusie dat op zaterdag 21 mei 2011 een zondvloed begint die tot 21 oktober aanhoudt. Maar 2% van de wereldbevolking overleeft die zondvloed. Het einde der tijden lijkt dus nabij. Wat gaan de Brabanders doen op hun laatste dag in dit aardse bestaan? Hetzelfde wat ik vandaag van plan was om te doen. Gewoon doorleven. Ja? Ja. Niks van aan? Nee, niks van aantrekken. Van mijn gezin genieten. Ja. Of geloof u er helemaal niet in? Ik geloof er helemaal niks van. Nee. Nee. Via een zondvloed zou de wereld vergaan. Tot 21 oktober blijft het regenen. Nee. Nee. Ik denk dat het allemaal praatjes zijn. Wat gaat u nou doen die laatste 24 uur? Genieten. Maar ik geloof er helemaal niks van. Nee. geloof ik niet. Ben ik niet zo heel gelovig. Dus een dominee. Daar stel ik al mijn vraagtekens bij. En vervolgens gaan we vandaag maar wat leuks doen, jongeman. Gewoon door blijven leven. En ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, als het gebeurt, dan is het zo. Maar ik heb daar het geloof niet in. Dus, Mama. Ja. Oké, dankjewel. Goedjes. Doeg. Moet nog blijken dus. Wat hebben andere media te melden vandaag? Omroep Brabant meldt dat steeds meer Brabanders in hun dagelijks leven last hebben van de crisis. Zo is het aantal ontslagen sinds 2009 verviervoudigd. Mensen krijgen hun huis niet verkocht en geven dus minder geld uit aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau PON in Tilburg. De cijfers zijn opvallend, omdat de economie nu langzaam weer aantrekt. Lingerieontwerpster Marlies Dekkers uit Oosterhout wordt door lingeriemerk SAP voor de rechter gedaagd. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het zou gaan om de zogenoemde Spiderbra, het handelsmerk van Dekkers. Volgens SAP is dat niet haar ontwerp, maar die van Joke van den Berg, een oud compagnon van Dekkers. Van den Berg zou de rechten hebben verkocht aan SAP. Trainer Guus Hiddink gaat zich weer inzetten voor de Eindhovense voetbalclub PSV. Dat meldt Poont op zijn site. De oud-coach wil geen formele functie, maar heeft zich bereid verklaard om als klankbord van de directie te fungeren. Hiddink zal zijn visie geven naar zijn werkzaamheden voor de Turkse bond. En Dynamo Eindhoven gaat het eerste Nederlands kampioenschap airdrummen houden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Airdrummen is drummen zonder drumstel. Een hit dat uit Amerika is komen overwaaien. Het evenement vindt pas in oktober plaats, maar airdrummers kunnen zich nu al opgeven bij het jongerencentrum. Goed, dit waren ze weer, de koppen van vandaag. Een heel fijn weekend.